Jongens, we zijn kerst aan het shoppen. Kerstboom. We hebben er heel lang voor moeten zoeken, maar we zijn nu in de Lidl. En hier heb je allemaal leuke dingen. Dat is het, die zo leuk, hè? Ik vind het hartstikke leuk. Lekker moedig. Jongens, ik raak echt helemaal in de kerstsfeer door hoe het hier in de hele stad versierd dit is. Het is echt zo kapot mooi, super veel kerstlichten. Kijk, deze kerstboom ook. Een ijsje met mijn kitty. Zijn je moe van het shoppen? Ja. En Ter moet nog werken. Ja. Echt top. Oh my god, jongens. We zijn thuis en ik dacht... Want we hadden zo'n doosje met ledlampjes en het was best wel duur. Dus wij dachten, oké, nou ja, weet je, het zal wel, we nemen het wel gewoon mee. Ik ben het nu thuis aan het openmaken en we hebben 30 meter aan lampjes gekocht. Plus nog 10 meter zit er gewoon aan verlengingsdraad bij. En we zitten nu gewoon in een studio. We kunnen gewoon... de hele studio hiermee versieren. Ja. Oh my god. Hoe gaan we dit ook in het kerstboom doen dan? Oh my god, jongens. Ik heb de lampjes opgehangen. En ik vind het echt helemaal leuk. Oké, nou, ik vind ons huis nu al helemaal leuk. Maar we hebben nog heel veel andere kerstspulletjes voor in de boom. Maar Terrence moet zo werken en we willen samen versieren. Dus dat gaan we waarschijnlijk morgen doen. Maar ik vind het nu al helemaal leuk. We zijn bezig met onze boom. Doe ze aan. Ze draaien en aandoen. Het is onze clown. Ja, pas bij ons. Het is ondertussen alweer een paar dagen later. Maar we zijn echt de hele tijd druk bezig met werk. Vandaag is onze allereerste dag vrij samen. Dus ja. Dus we gaan lekker samen de stad in zometeen. Even date night. Lekker cocktails drinken en zo. We hebben echt gedressed. Outfitje. Ja. Outfit check. Outfitje. Even netjes. Zoiets. Ik lijk echt op zo'n potlood. Ja. Komen weer bij hele leuke lampjes. Ja, even lekker wat gedronken. En nu zitten we in de taxi naar Casino, want die moeten we natuurlijk ook ontdekken in Madrid. Ja, Casino moet ook gebeuren. Zeker met ons werk. Zie. Zie.
pretty gay. Oké, jongens, we zijn dus wel het casino uitgegaan met winst. Ja, vooral ik. Maar ik heb Elisa gecoverd. Ja, dankjewel. Ik ben alleen letterlijk het casino uitgerold. Ik viel van de trap. Heel hard. Heel hard. En er kwamen mensen naar boven gelopen terwijl ik naar beneden viel. En toen gingen ze me helpen, maar ik vond het heel akker. Maar oké, we hebben pizza. Hele goede morgen. Het is nu weer al een paar dagen later. Zoals jullie hebben gezien is deze vlog best wel een beetje rommelig. Maar we zijn echt al gelijk sinds we hier zijn best wel druk met werk bezig. En ook echt heel druk met de appartement zoeken wat echt heel moeilijk hier gaat. Dus we hebben nog niet echt heel veel dingen gedaan die ik kon filmen. We gaan nu ook naar een appartement kijken. Dus ik hoop dat mijn volgende vlog is dat we gaan verhuizen. En dan kan ik ons nieuwe huis laten zien. Voor nu ga ik deze vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. En tot bij de volgende vlog. Adios. En vergeet niet te liken en te abonneren.